wat leuk dat jullie kijken naar deze video. Voor als je nieuw bent, hi, ik ben Noah en wat leuk dat je kijkt. Ik ga vandaag mijn allereerste keer een make-up gerelateerde video posten op mijn YouTube kanaal. Dit is crazy, ik vind het helemaal spannend. En die achtergrond, guys, is zo lelijk. Echt mijn apologies. Volgende keer dat ik dit ga doen, ga ik echt mijn camera make-over gegeven hebben. En ga ik echt zorgen dat ik echt zo'n clean girl background heb. Weet je wel, helemaal aesthetic. Ja, maar vandaag niet. Nee. Anyways, ik hoop dat jullie niet irriteren aan de achtergrond zoals ik wel doe, helaas. Maar deze video is zo random. Ik heb letterlijk vanochtend verzonnen dat ik dit ga doen. Dus vandaar. Allebei mijn batterijen zijn ook leeg. Dus ik moet de hele tijd switchen en opladen. Maar gelukkig heb ik er in ieder geval twee. Ik hoop dat jullie zin hebben in deze video. Als dat geval is, zou ik het super leuk vinden als je een duimpje omhoog willen doen. En misschien ook mij wil abonneren. En laten we gewoon lekker beginnen. Ik kom net uit de douche. As you can see. Mijn haar is ook nog helemaal nat, want ik heb mijn haar gewassen. Er zit een pluisje in. Ja, dit is de status. Ik heb ook helemaal rood gezicht, omdat ik dus net uit de douche kom. Ik begin altijd met vaseline. Want als ik uit de douche kom, dan is mijn gezicht en mijn lippen zo droog. En meteen als ik uit de douche kom, dan doe ik lekker mijn skincare. Maar ja, mijn lippen doe ik eigenlijk pas als ik boven ben. Dus dan voelen ze altijd zo crispy en droog. In ieder geval, ik heb altijd al mijn make-up in deze tas zitten. Omdat mijn ouders zijn gescheiden. Dus ik moet elke keer heen en weer. Want ik woon nog lekker thuis. Alleen, ja, dit is dus een soort van gewoon mijn beauty case. En ik hou het er altijd gewoon in. Want dat is gewoon lekker makkelijk. Want als ik dan ook weg moet, kan ik het zo pakken en gaan. Dus dat vind ik echt een uitvinding. Ik ga even alles uitstallen. Ik vind het ook heel handig. Omdat je dan... Kijk, ik had eerder altijd een la met make-up. En daar had ik dan allemaal make-up in wat ik helemaal niet gebruikte. En... dat was gewoon heel vervelend. Moest je ook altijd echt een uur zoeken voordat je iets had. En nu, dit is gewoon echt top. Dus ik ben heel blij hiermee eigenlijk. Het is echt een goede uitvinding. Ik zou het echt aan iedereen aanraden. Ik vind dit ding echt super lelijk. Maar anders komt er allemaal make-up in mijn haar. En dat is eigenlijk echt verschrikkelijk. Vooral omdat ik zeg maar donker haar heb. Als er dan foundation of zo in mijn haar komt, dan zie je dat zo goed. Ik ga ondertussen even deze sushi roll eten van de Albert Heijn. Kijk hoe goed die eruit ziet. Het is zo lekker. Er zit in... wortel, komkommer, avocado, gefrituurde ui, kruiden en mayonaise. Maar ik zie dat er ook nog een andere saus op zit. En volgens mij is het helemaal geen mayonaise wat erop zit. Maar het is oranje. Dus ik denk misschien spicy mayo. In ieder geval fucking lekker. Zagen jullie ook dat ik het bijna liet vallen? Ik geel. En een bakje sojasaus. Dus als je mij ziet eten... I hope you don't mind. Want anders ga ik uitsterven. En ik ga ook drinken vanavond. Dus het is niet echt handig dat ik dan erheen ga met een lege maag. Dippy dip. Ja. Dit had ik echt even nodig. Oh. Yum. Oké. Ik moet even stoppen. Ik ben echt super chaotisch. Ik begin altijd met deze primer van Elf. Ik vind deze echt super chill. Dat kan je gewoon letterlijk halen bij de Ethos. Maar je kan het ook online bestellen bij de Douglas of zo. En ik had dus een tijdje... Oh shit. Ik moet eerst eigenlijk mijn mascara doen. Wat zonde. Ik heb alles al op mijn handen. Oh my god. Dat is echt zo zonde. Normaal doe ik namelijk altijd eerst mijn wenkbrauwen en mijn mascara gewoon voor mijn spiegel. En dan daarna ga ik live op TikTok. En dan ga ik de rest van mijn make-up doen. Maar nu dacht ik, het is niet leuk als ik de helft van mijn make-up al heb gedaan. En dan de andere helft ineens ga doen voor de video, weet je wel. Ik dacht, we beginnen gewoon bij de start. Ik ga nu dus mijn wenkbrauwen doen en mijn mascara. En dit is gewoon make-up, dat doe ik letterlijk elke dag. Want ik begin, zeg maar, als ik ga werken of zo, dan doe ik altijd gewoon alleen mascara en wenkbrauwen. Ik ga stuk om hoe rood mijn gezicht is. Ik was ook zo erg aan het stressen. Oké, ik heb nu waterproof mascara van de Hema in een bruine kleur. En ik heb eigenlijk alle producten even afgehaald. Zodat er nog maar een heel klein beetje op het kwastje zit. En dan ga ik heel langzaam en voorzichtig langs mijn wenkbrauwhaartjes. Je moet echt zorgen dat het echt alleen op je haartjes komt en niet op je huid. Daarom haal je ook zoveel producten ervan af. Want als het op je huid komt, dan krijg je echt hele lelijke vlekken. En dat willen we niet. Tenminste, ik wil dat niet. En ik doe dit omdat ik mijn wenkbrauwen best wel lang niet meer heb geverfd. Als ik ze heb geverfd, dan doe ik dit niet. Maar ik heb ze al een tijdje niet meer geverfd. En dan vind ik ze gewoon net iets te licht. Want ik heb best wel nu mijn haar heel erg donker. Dus dan vind ik, als ik van die lichte wenkbrauwen heb, vind ik het een beetje... Ik weet niet. Vind ik niet super vibe. Dus dan begin ik gewoon lekker met dit zetten. Dan ga ik dit lekker laten drogen. En dan doe ik ondertussen mijn mascara. Zoals je ziet heb ik niet super veel gedaan. Maar het maakt wel echt verschil. En ja, het is gewoon echt belangrijk dat je het laat drogen. Want anders ga je gewoon echt vlekken krijgen. Ik krul altijd mijn wimpers. Met deze wimperkruller van de Tweezerman. Die vind ik echt super fijn. En die doe ik gewoon erop.
En dan doe ik gewoon zo. Ik wilde deze echt al een paar jaar, maar ik had hem dus nooit gekocht. Omdat ik gierig ben, want hij is 20 euro. En ik vind gewoon 20 euro best wel veel geld voor een wimperkruller, weet je wel. Dus ik had hem nooit gekocht. En om eerlijk te zijn, had ik het echt moeten doen. Ik had hem letterlijk gewoon al een paar jaar geleden moeten kopen, want hij is zo fijn. Ik zou hem oprecht letterlijk iedereen aanraden. Ik zeg het ook altijd, omdat ik doe dus nu best wel vaak met make-up terwijl ik live ben. En iedereen vraagt ook aan mij, hoe doe jij je wimpers? Wat gebruik je voor je wimpers? Wat voor mascara? Bla bla bla. En dan zeg ik ook echt van, je moet gewoon die wimperkruller kopen. Want die wimperkruller, die is echt gewoon top. Anyways, ik pak nu een natte mascara. Deze is Sky High Waterproof van Maybelline. En ik vind deze super chill. En dan doe ik altijd eerst een beetje zo de bovenkantjes. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Want ik ben hier even in mijn spiegel aan het kijken. Want mijn wenkbrauwen en mascara vind ik echt super belangrijk. Daarom doe ik het ook altijd eigenlijk voordat ik live ga al. Dus ja, ik kijk nog even in de spiegel. Sorry about that. Zoals je misschien wel kan zien zitten er best wel wat klontjes hier aan de onderkant. En dan pak ik een mascara die wat ouder is. Deze is gewoon, het kwastje is echt helemaal basically gewoon droog. Kijk, er komt echt bijna niks van af. En dan ga ik gewoon even over mijn wimpers heen. Om ze ietsjes meer te verspreiden. En om ietsjes meer dat overige product wat erop zit. Die klontjes of zo. Een beetje eraf te halen. En om ze gewoon een beetje goed op hun plek te zetten. En vaak doe ik, want deze kant van mijn wimpers, ik weet niet, er zit hier een gat of zo tussen. En dat wordt nooit mooi. Dus vaak doe ik dan even hier zo vanaf de achterkant. En dan doe ik zo. En dat is dat. En dat doe ik nu ook aan de andere kant. Oké, ik heb dan nu de andere kant ook gedaan. En als dan, ben ik scherp. Als ik dat dan heb gedaan, dan ga ik nog een keer met die natte zo de bovenkantjes doen. En dan zeg maar ook zo. Zodat ze echt wat donkerder en ja, voller soort van worden. En zoals je nu ziet zit hier best wel weer veel. Dus dan doe ik weer even zo met een droge. En dan spreid ik het weer een beetje uit. En dan zien ze er zo uit. En dan ga ik nu de andere kant ook doen. En dit is ook de reden dat ik eerst mijn mascara doe en daarna de rest van mijn make-up. Want zien jullie hoe messy ik mijn mascara doe? Dat is echt niet normaal. Mensen vragen altijd aan mij, waarom doe je eerst je mascara en daarna je make-up? En dan denk ik, girl, this is the reason. En dan doe ik ook weer de andere kant. Sorry voor deze hele mooie angle en gezichtsuitdrukking en zo. Oké, en dan is dit nu eigenlijk hoe mijn wimpers zitten. En dan ga ik even de overige product wat op mijn oog zit weghalen. Geen stress, het gaat weg. Pak daarvoor altijd een wattstokje en deze waterproof make-up remover van de Kruidvat. En dan doe ik dat erop. Dat heb ik een heel klein beetje af, want het is super olieig. En dan ga ik het zo weghalen. En dat gaat super makkelijk, omdat dit spul echt geweldig is. Oké, en dan doe ik altijd een beetje zo. Dan is deze dus een beetje vochtig. En dan doe ik daarmee die olie weghalen. Want ik vind het echt niet lekker dat ik dan allemaal olie op mijn ooglid heb. Als het jou niet stoort, zou ik het alsnog weghalen. Omdat als je wimpers je ooglid aanraken, krijg je anders. Omdat het dus dat olie nog op je oog zit. Hierboven allemaal zwarte mascara. Omdat het dan steeds gaat afgeven. En dan heb je gewoon een hele lijn. Nou, en dan ook de andere kant natuurlijk even cleanen. Nou, ik ben niet super blij met mijn wimpers. We hebben zeker weten betere dagen gezien. Maar ja, het is wat het is. Je kan niet altijd zet gooien. Ik heb het gevoel dat deze angle misschien iets beter is. Dus ik heb jullie een beetje omhoog gezet. Anyways, het is nu tijd om onze wenkbrauw af te maken. Mijn wenkbrauw af te maken. Ik pak daarvoor een spoolie. Deze zijn gewoon van de Shine. En deze W7 Brow Gel. Deze is echt het allergoedkoopst. En deze is echt top. Mijn is een beetje wit uitgeslagen. Want ik had hem per ongeluk open laten staan. Maar als je dat niet doet. Ik zweer, ik heb nog nooit gehad eigenlijk dat dit is gebeurd. Ik was ook een beetje in shock. Ik dacht echt oké. Maar je krijgt gewoon zo'n seal. En dan moet je hem ook nog dicht doen. En dan blijft hij echt goed dicht. Goed. Hij blijft gewoon goed. Hij wordt dus niet wit. Nou, dan ga ik gewoon erin. En dan doe ik een beetje erop. De ene keer waarschijnlijk wat meer dan de andere keer. Het ligt echt aan mijn moed. En dan ga ik gewoon mijn wenkbrauwhaartjes omhoog kammen eigenlijk.
totdat ik vind dat ze in een mooie vorm zitten. En op dat punt stop ik. Nou ja, ik zou willen dat ik kon zeggen dat ik op dat punt stop. Meestal ga ik op dat punt nog altijd door en worden ze daarna uiteindelijk lelijker. Maar voor mijn gevoel is het gewoon nooit goed. En bij deze wenkbrauwen heb ik altijd heel erg last hier aan de voorkant. Dan krijg ik nooit zo mooi. Ik ga echt stuk dat nu mijn wimpers dus mislukt zijn. Omdat ik gewoon niet voor mijn eigen spiegel zit. Ik weet niet, ik kan er gewoon echt niet tegen. Maar ja, het is niet super erg. Ik ga dus vanavond, fucking leuk, naar een, eigenlijk een soort girls night. Het is dus, we gaan Halloween vieren. Weet je, als mijn Iris en Reza. Ik denk dat jullie hun wel kennen ondertussen. Want hun zijn al wel echt vaker op mijn kanaal tevoorschijn gekomen. En ook op mijn TikToks. En we hebben toen ook samen Galentine gedaan. Dat was volgens mij de eerste keer dat we zoiets hadden georganiseerd. En toen hadden we met Koningsnacht, hadden we super lekker, hadden we allemaal hapjes en drankjes gemaakt in dus een kleur van de vlag. En we waren met z'n vieren dus rood, wit, blauw, oranje. Ik had toen wit. En dat was echt super leuk. En eigenlijk gaan we dus vanavond een beetje hetzelfde doen. Maar dan in plaats van met kleuren. Echt met een Halloween thema-achtige vibe. En ik heb dus gekozen voor spin. Spiders. Dus ik heb een rokje gekocht met spinnetjes erop. En ja, ik heb er helemaal zin in. Anyways, ik denk dat mijn wenkbrauwen goed zitten. Ik ga stuk, want altijd als ik live ben op TikTok zeggen mensen, oh my god, hoe doe jij je wenkbrauwen? En anders, oh my god, welke mascara gebruik jij? Of hoe doe je je mascara of zo? Of bla bla bla. Echt crazy, dat is altijd echt het enige eigenlijk wat gevraagd wordt. En nu kunnen jullie hier naar kijken. Anyways, dit is het. Het enige wat er zo is, is omdat dat mascara een klein beetje is uitgelopen, zie je hier dat het wat donkerder is. Dus dan pak je even een doekje. En dan veeg je gewoon het overige product weg. Gewoon boven. En ik doe hem vaak ook een beetje onder en naast mijn wenkbrauw. Het is belangrijk dat je het hier weghaalt. Omdat ik heb ook wel eens gehad dat ik het niet goed genoeg had weggehaald. En dan gaat je make-up wel echt een beetje raar zitten. Omdat het natuurlijk heel erg plakspul is. Dus dat blijf je wel zien. Dus goed weghalen. Rondom je wenkbrauwen. Gewoon overal basically. Kijk, je ziet best wel op het doekje. Is een beetje overbelicht of zo. Wat viezigheid. Dus dat is gewoon goed dat je dat even weghaalt. En wat ik dan vaak doe is met die spoelie nog even één keer het een beetje aandrukken. Zodat het weer even goed op hun positie zit. En soms doe ik met mijn vingers ook nog even zo. Maar dat verschilt een beetje per dag. Nou, dan is dat dat. En dan kunnen we nu eindelijk, voor de tweede keer vandaag helaas, mijn elf primer opdoen. Nou, ik doe gewoon meestal waar ik zin in heb. Dan doe ik gewoon een beetje op mijn hand. En dan smeer ik dat op mijn gezicht. Ik doe bij mijn neus. Ik doe altijd hier bij mijn neus een beetje extra inwrijven. Bij mijn kin. Zo. En dan onder mijn ogen heel goed. En dan is het lekker plakkerig. En dan doe ik nog een pompje. En dat doe ik dan op mijn voorhoofd. En dat is dat. Het overige wat op mijn handen zit, smeer ik altijd even af aan de handdoek die ik hier heb liggen. Die gebruik ik eigenlijk de hele tijd. Ik zie nu mijn sushi en ik wil even lekker nog een stukje. Ik vind het altijd zo jammer dat ze die stukken zo groot snijden, want het eet gewoon minder lekker. Het was lekkerder geweest als je niet zo'n groot stukje mond hoeft te doen, weet je wel. Echt zo lekker. Dan gebruik ik deze concealer van e.l.f. in de kleur Light Ivory. Volgens mij is dat de één na lichtste kleur. En dan doe ik gewoon een beetje hier. En een beetje hier. En dan zet ik hier een streepje. En dat is het eigenlijk. Pak ik mijn blender. Ik weet echt niet van welke winkel deze is. Ik denk van de Primark. En dan ga ik het gewoon een beetje, ja, blenden. Ik zag trouwens een video. Oh, dat had ik echt moeten proberen. Shit. Dat iemand er concealer na de contour deed. Want ze zei, altijd als ik dan mijn contour heb gedaan, heb ik het gevoel dat het alweer één geheel is geworden. Dus als ik dan mijn concealer daarna doe, dat het wel weer een beetje popt. Toen dacht ik, wauw, eigenlijk moet ik dat ook een keer proberen. Maar ja,
Dit is hoe ik het eigenlijk doe. Altijd trouwens, als ik mijn make-up doe, doe ik het op deze manier. En ik doe dit op het moment denk ik 3 keer per week. Maar als ik ga werken, dan doe ik dus alleen mascara en mijn wenkbrauwen. Maar als ik vrij ben, dan probeer ik het altijd te doen. Want als ik dan mijn make-up heb gedaan, dan pak ik sneller mijn camera. Dan doe ik sneller foto's maken. En ik doe tegenwoordig dan dus dat ik live ga... Dat ik live ga op TikTok terwijl dat ik mijn make-up doe. Dus dan vind ik het ook wel fijn om dat gewoon 3 of 4 keer per week te doen. Maar ja, ik hoop dat jullie dit ook leuk vinden om te zien. Ik heb nog nooit zoiets gepost, dus ik ben heel benieuwd. Ik doe altijd nog een beetje de overige concealer een beetje hier rond mijn mond en bij mijn kin. Omdat ik hier altijd een beetje rode korstjes heb en een beetje ronde ondertoon. Ik doe niet speciaal daarvoor nog concealer op, want ik heb het gevoel dat het dan mijn make-up een beetje crusty wordt. En als dat klaar is, dan pak ik mijn... Halo Glow. Deze is van Elf. Ik gebruik de eerste tijd die van Catrice, volgens mij. Maar ik gebruik nu deze. Super blij mee. Deze gebruik ik in de kleur Fair. Dit is volgens mij wel de lichtste kleur. En kijk hoe fijn die applicator is en hoor dit geluid. Oh, yes, please. Ik doe volgens mij best wel veel hiervan. Ik weet niet hoeveel je ervan moet doen. Ik doe gewoon alles altijd een beetje op gevoel, om heel eerlijk te zijn. Gewoon lekker klodderen. Beetje op mijn neus. Dat was een beetje veel. Hele dikke klodder. En dan ook nog op mijn voorhoofd. Want die... Ik zit echt te smeren. Die kunnen we natuurlijk niet vergeten. Alright, dit is dit. Een beetje geknoeid op mijn hand. Dan ga ik even weg. En dan ga ik dit gewoon ja, een beetje blenden eigenlijk. Ik heb dus echt super veel zin in vanavond. En we hadden dus ook... We doen ook zeg maar dat je een hapje en een drankje moet maken in dat thema. Dus ik heb gekozen voor ja, in plaats van de kattenvrouw dus een spinnenvrouw. En ik heb koekjes gebakken en heb ik een soort spinnetje opgemaakt. Dus ik zal even een foto in beeld doen, want ik heb een foto. En ja, ik vind het gewoon heel leuk. En dan ga ik pizza maken. En ik heb ook van die spinnetjes en dan doe ik gewoon die spinnetjes een beetje op de pizza of zo. En... Oh, of misschien kan ik met knoflooksaus een spinnenweb maken. Oeh, dat is eigenlijk wel leuk. Ik denk dat ik dat ga doen. En als drankje heb ik een super lekker sangria recept gezien op TikTok. En ik hou van sangria, zoals jullie weten. En ja, die ga ik dan dus maken. En dan, ik heb dus van die spinnen gekocht. Dus kan ik gewoon zo'n spin in iedereen zijn glas doen. Want ja, ik heb ze ook nog nooit gebruikt. Dus als ik ze gewoon even heel goed schoonmaak, dan kan dat wel. Het is nu 16:45 en we hebben om 19:00 afgesproken. Dus ik heb gelukkig nog even de tijd om me klaar te maken. Ik had echt stress, want eigenlijk dacht ik dat we 19:30 hadden afgesproken. Ik moest ook mijn bed nog opmaken. Lol. Anyways, ik ga nu met deze... Dit is echt heel vies. Ik haal hem net ook uit een zakje. Dit ding kan gewoon nooit schoon blijven. Als ik hem schoonmaak en ik gebruik hem 1 keer, is die daarna weer vies. Dus daarom heb ik hem in een zakje in mijn make-up tas. Anders zit alles eronder en ben ik er helemaal klaar mee. Maar deze is dus van Shein. En er staat op She Clam. En dan heb ik de kleur Terracotta. En ja, dit is dus mijn bronzer. En een super fijne applicator. En dan doe ik het gewoon zo hier een beetje boven. En dan doe ik het ook een beetje zo op mijn voorhoofd. En dat ga ik dan eigenlijk ook gewoon weer ja, blenden. Maar we hebben dus gewoon allemaal zelf ons thema verzonnen. We hadden niet echt overlegd of zo. Maar Jasmijn die heeft gekozen voor zombie. Echt super leuk. Ik ben heel benieuwd. Ze had het over dat ze misschien een groene cocktail of zo ging maken. Maar ze wist nog niet of ze... Ze had het al gekocht volgens mij. Maar ze wist niet wat ze ermee kon maken. Maar ze had dus van het merk Source of Sours of zo. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Had ze groene... Dat is dan een smaak apple volgens mij. Sour apple of zo. Had ze dus groen... alcohol gekocht. Dus iedereen maakt zeg maar een cocktail en een zoetig lekkernijtje en een hartige. En Iris die doet bloody. Ze heeft bloed als thema soort van zeg maar. Dus dat is super leuk. En ze gaat pompoensoepje maken. En ze doet aardbei met witte chocola en dan bloedspetters. Ja, echt zo leuk. En Reza die heeft gekozen voor Hex. Maar ik heb dus nog geen idee wat zij gaat maken of zo kan eten. Dus ik ben echt zo benieuwd om uiteindelijk vanavond van iedereen te zien en zo wat we allemaal hebben. Want toen we dus dat, dit hadden gedaan voor Koningsnacht, hadden we echt veel te veel eten. Toen hebben we uiteindelijk Reza er
kleur hebben we geskipt. Echt zo erg. En we hebben wel de drankjes gedronken, maar we konden gewoon echt niet meer eten. Maar gelukkig had ze toen gewoon chips en koekjes. Dus het was niet alsof het over datum zou gaan. Ze kon het gewoon weer naar huis nemen. Gelukkig. Want oh my god, we vonden het allemaal echt zo kut. Anyways, ik ga nu afpoederen. En daarvoor gebruik ik Huda Beauty Setting... Hoe noem je dat? Is het setting powder? En dan in de kleur Pound Cake. En dan gebruik ik gewoon zo'n dingetje. En deze is van de, ook van de Shine, Shein. En dan doe ik altijd overige producten een beetje zo afvegen aan mijn handdoek. Want ik weet niet, dat voelt fijn of zo. Ik weet, ja, I don't know, dat doe ik gewoon. Nou, dat is er een beetje af. En dan dep ik hem hier zo erin. En dan veeg ik altijd zo'n klein beetje langs die rand om het een beetje eraf te halen. En dan doe ik ook nog een klein beetje zo op mijn hand. En dan ga ik het doen. Maar ik doe eerst ook altijd nog even mijn onderogen weer een beetje blenden. Zodat ik wat minder die crease krijg. Dus dan doe ik zo. Oh, ik word gebeld door Jasmijn. Yo! Oké, ik werd gebeld door Jasmijn. Maar dit is altijd een heftig proces. En ik zie nu dat mijn batterij gaat uitvallen. En anyways, ik heb deze kant van mijn ogen gedaan. Ik ga soms die andere wat beter laten zien. En dan de overige producten wat ik hier nog op heb, doe ik op mijn kin. En hier rond mijn neus. En mijn voorhoofd. En dan gaan we nu even snel de andere kant doen voordat Jasmijn komt. Want Jasmijn belt dus omdat haar fietsband is lek. En ze is toevallig in de buurt van mijn huis. Oké, ik doe precies hetzelfde. Oh, ik hoop dat mijn batterij niet uitvalt. Dus dan blend ik het een beetje. En dan doe ik zo. Ik ben heel snel aan het doen, want mijn batterij gaat uitvallen. Nou, dit laat ik even zitten. Ik ga even Jasmijn helpen. En dan zie ik jullie zo meteen. Oké, girls, ben ik weer. Sorry. Anyways, ik word helemaal gestrest hiervan. Dit zit nu echt veel te lang te bakken. Dus deze doe ik dan weg met gewoon een soort, ja, schone kwast. Niet echt. Maar gewoon een kwast waar niet echt product op zit. En als dat dan een beetje weg is, kunnen we weer door. Oké, normaal zou ik dit dus meteen erachteraan doen. Alleen nu kwam dus Jasmijn ertussen. Ik ga helemaal stuk om haar. Want we gaan dus vanavond... die cocktailavond, spelletjesavond, whatever, avond doen. Ik pak nu weer dat bakpoeder. Bakpoeder, dat klinkt echt alsof ik koekjes aan het maken ben. En dan doe ik het zo. Ja. Dat doe ik. En dan doe ik even aan de andere kant. Maar ja, Jasmijn die wil dus een cocktail maken in zo'n martini glas. En toen heeft ze er dus net eentje blijkbaar laten vallen. Dus ze gaat nu naar de Action om nieuwe te halen. En mijn huis ligt vanaf haar huis op de route. Als Jasmijn vanaf haar huis naar de Action fiets, fietst ze dus letterlijk langs mijn huis. En haar hele band is plat. Ik zeg Jasmijn, ik kan hem nu al voor je oppompen. Maar die band is gewoon lek. Die is voordat jij bij de Action bent alweer plat. Ik zeg ze, ja, weet ik. Maar ja, ik weet ook niet. Dus toen, nu is ze even snel op mijn zuster fiets. En dan straks gaat ze vanaf mijn huis weer op haar eigen fiets naar haar huis. En dan gaan we even snel oppompen. Moet ze maar gewoon doorfietsen. Ik neem nog een hapje. Dit is zo lekker. Maar nu is ze dus helemaal naar de Action toe. Om dat gebroken glas te vervangen. Nou, ik zou toch een partijtje pissig zijn als ik dan als eerste glas kapot gaat. En dan onderweg is ook je band lek. Nou, ik zou gek worden. Anyways, ik heb nu even met de bronzer die ik altijd gebruik mijn neus een beetje gecontourd. Dit is de matte bronzing powder van de HEMA. En dan gebruik ik nummer 1 Honey. Dat staat hier. En dan gebruik ik dit kwastje. Die is heel erg dense. Zeg maar niet super fluff. Echt een beetje hard. En dan zet ik zo mijn neus. Zoals jullie net zagen. En dan doe ik het overige product eventjes af. Ja, op mijn hand of op mijn handdoek, whatever. Dat haal ik dan zeg maar een beetje van het kwastje af. En dan ga ik soort van even die lijn uitblenden. Omdat het nu natuurlijk best wel een harde lijn is. Dat vind ik een beetje heftig. Dus dan doe ik het gewoon een beetje uitblenden. En dit doe ik niet omdat ik wil dat mijn neus smaller of dikker of ronder of rechter, whatever lijkt. Dit doe ik gewoon omdat zo'n meisje toen ik hier zei in een make-up tutorial van... Omdat je zeg maar eigenlijk je gezicht één vlak maakt... Doordat je foundation op doet. En nu wil je dus weer een beetje leven terug in je gezicht brengen. En dan moet je dus eigenlijk ook je neus, gewoon de vorm van je neus weer een beetje laten uitkomen. Dus dat is waarom ik dat op deze manier doe. En ik zal het vast echt niet perfect doen.
Maar dit is ook niet zeg maar je tutorial van doe me na. Want ik weet echt niet wat ik aan het doen ben. Doe ik dus dezelfde bronzer. Doe ik weer dit kwastje erin. En dan tik ik het een beetje af. En dan doe ik ook mijn oogschaduw soort van daarmee. Ik doe gewoon altijd mijn hele ooglid eigenlijk deze kleur maken. Ik doe eigenlijk nooit oogschaduw. Ik ben echt een beetje saai met mijn make-up. Nou, en dan ook natuurlijk de andere kant. Slee. En dan hou ik nog steeds dezelfde bronzer vast. Pak ik een kwast, die dep ik erin. En die tik ik ook een beetje af. En dan ga ik weer over dezelfde plekken heen waar ik daarnet die liquid contour heb gedaan. Of liquid bronzer, whatever. Omdat als ik heb afgepoederd, heb ik altijd een beetje het gevoel dat het alweer een beetje wat vlakker wordt. En dat ik al helemaal niet zo heel bruin meer lijk. Dus dan doe ik altijd, om het nog even te laten poppen, zeg maar, doe ik nog wat extra. Kijk, nu zie ik hier best wel een heel erg lijn. Dus dan doe ik altijd een beetje zo. En ook aan de andere kant. Ik had dat ook nog niet, dat poeder weggehaald. Dus daar zal het ook wel mee te maken hebben dat die lijn wat heftiger leek. Maar ik had toen een aflevering gezien van Ginny en Georgia. En toen had die moeder gezegd van, als mensen kunnen zien waar je make-up begint en waar je make-up eindigt, dan heb je het niet goed gedaan. Dus zulke harde lijnen probeer ik altijd een beetje te vermijden. Gewoon lekker blenden. Ik gebruik nu nog steeds dezelfde bronzer. En daar doe ik ook altijd even mijn nek en mijn oren mee. Zodat ik niet zeg maar bruin-wit ben. Dus dan doe ik dat altijd een beetje zo. Dat zit niet echt een tactiek achter. Gewoon lekker smeren. Nou, en dat is eigenlijk dat. Dan pak ik nu mijn blush. Deze is ook van de HEMA. Dit is gewoon een shimmering blush. En ik gebruikte altijd een matte blush. Maar die ben ik kwijtgeraakt. Dus daarom gebruik ik deze omdat ik die nog had. Ik heb gewoon die andere nog niet opnieuw gekocht. Maar anders zou ik echt nooit een shimmering blush gebruiken. Omdat ik dan echt vind dat ik op de discobal lijk. Maar ja. Deze gebruik ik nummer 41 Sparkling Rose. Ik ga stuk. Want ik weet ondertussen alles uit mijn hoofd. Omdat ik dit elke keer vertel terwijl ik op de TikTok live ben. Dan zeggen mensen, wat voor blush gebruik je? En nu weet ik het gewoon letterlijk uit mijn hoofd. Dit ding zit wel echt heel mooi ondertussen. Nou, daar doe ik ook gewoon mijn kwastje zo een beetje in. En dan ook weer aftikken. En dan doe ik dat hier. Eigenlijk een beetje op dezelfde plek, maar dan wat hoger dan mijn contour. Nou, het is niet echt contour, het is meer bronzer. En ook natuurlijk aan de andere kant. En ik vind bij mezelf altijd mooi als ik ook een beetje zo hier doe. Nu is het heel heftig, maar dat blijft niet zo hoor. Don't worry. Ik heb geen blush blindness. Voor zover ik weet in ieder geval. Ik maak gewoon deze kwast weer een beetje productloos. En dan ga ik meestal gewoon nog een beetje zo, om het gewoon nog een beetje extra uit te blenden allemaal. Ik ben zo benieuwd naar die koekjes die ik heb gemaakt. Want ik heb dus in plaats van normale chocolate chips, heb ik die praline wit chocolade erin gedaan. Oh, ik vind dat zulke lekkere chocola. En ik denk dus echt dat dit zo lekker gaat zijn. Anyways, vaak doe ik dat ook nog een klein beetje in mijn bronzer. Zo'n beetje op dat randje. En dan doe ik nog een klein beetje zo hier. Omdat ik dan altijd mijn blush een beetje heftig vind. En dan is het toch weer ietsjes bruiner of zo. En dat is dat. Misschien ook nog een klein beetje op mijn voorhoofd doe. Maar ik denk dat ik op zich al wel genoeg op heb. Ik gebruik deze highlighter van MAC in de kleur Soft & Gentle. Dit is de highlighter. Alleen nu koop ik geen producten meer van MAC omdat hun op dieren testen. Alleen deze heb ik sinds dat ik 14 ben. En ik ga hem gewoon opmaken, want anders is het ook zonde. Dan gebruik ik dit kwastje. Deze is best wel fluff, maar niet super super fluff. Ik weet niet of je het kan zien. Zo. En dan ga ik gewoon lekker in mijn highlighter. En dan tap ik hem ook af. En dan doe ik het altijd een beetje zo hier. En ook aan de andere kant. Ik moet echt leren dat ik ook naar de camera moet kijken. Dan doe ik hem zo pletten. Dat het een beetje een streep is. En dan doe ik dat ook weer in de highlighter. En dan tap ik die af. Oh, ik zou willen dat jullie dit konden zien. Maar er valt gewoon een heel stuk uit. Ik ga dit even filmen. Maar dan doe ik hem dus plat. En dan doe ik het zo op mijn neus. Zo. Het is nu heel heftig. Ik ga het zo meteen fixen. What the fuck gebeurt hier? Zien jullie dit? Dit is gewoon een stuk highlighter.
wat gewoon eruit gevallen is. Anyways, dit is de status van hoe ik mijn make-up aan doen ben. Lol, hier is de spiegel. Hier kijk ik dus de hele tijd in en jullie staan op die doos. Dus kijk dit. Er is gewoon een heel stuk uit mijn highlighter. Ik weet niet of jullie het zien. Ik geel. Hoe ga ik dit terugzetten? Nee, hij valt nu nog meer uit elkaar. Oh no. Dan doe ik eigenlijk gewoon meestal een beetje met mijn vinger. Doe ik een beetje zo. En ook een beetje zo. Zodat het een beetje wat meer geblend wordt. Omdat de highlighter best wel heftig is. En ik wil niet zeg maar gewoon één glitterstreep. Ik wil gewoon dat als ik in het licht sta dat je het zo een beetje mooi ziet. Weet je wel. Nou, dat is dan dus een beetje geblend. En mijn neus is vaak iets te heftig eigenlijk. Wat ik dan doe. Dan pak ik weer een wattenstaafje. En die doe ik ook gewoon in mijn... Oh nee. Ah, hij is zo kapot. Ik ga prullen. En dan doe ik het hier in het driehoekje. Dit is echt niet fijn dat het kapot is. Ik denk dat ik dat kapotte gewoon eruit haal, om eerlijk te zijn. En dan doe ik een beetje zo. Ook met dit wil ik niet dat mensen denken, wow, ze heeft highlighter in de ogen. Ik wil gewoon dat het een beetje natuurlijk is. Dus dan blend ik dat uit met de andere kant van het wattenstokje, die ik dus nog niet ergens in heb gedipt. En vaak doe ik dan nog een beetje zo met mijn vinger. En dat is dat. Alright. Alright. Nou, ik ga even naar beneden om Jasmijn de band op te pompen. En ik neem nog een stukje sushi. Oh my god, hierna heb ik gewoon nog twee stukjes. Wat hel. Ik denk dat ik nog nooit zo lang heb gedaan over één sushi rol. Dit is echt een grap. Oké, ik ben weer helemaal back. Ik ben gewoon eigenlijk bijna klaar. Wat echt crazy is, want als ik live ga op TikTok, doe ik zo lang over klaarmaken. Dat is echt niet normaal. Dan pak ik dus een nat doekje en dan doe ik altijd een beetje zo voorzichtig over mijn wenkbrauwen gaan. Omdat er nu natuurlijk best wel veel foundation en poeder en zo in mijn wenkjes is. Kijk, je ziet hier al twee mooie vlekjes. Dus dan doe ik altijd gewoon met mijn vinger. Eigenlijk een beetje met mijn nagel. Het een beetje weer schoon poetsen, basically. Kijk, er komt echt altijd best wel veel vanaf. En dat is niet van wat ik op mijn wenkbrauw had gedaan daar straks. Want dat is echt een hele andere kleur. Kijk, dit is echt gewoon mijn foundation kleur. En als je merkt dat je iets te veel eraf doet, dan kan je gewoon daarna nog wat van die gel erop doen. Hetzelfde met mijn wimpers. Ik haal het er niet af, maar ik doe wel altijd even nog een laagje mascara eroverheen. Omdat er best wel gewoon wat dingetjes... Kijk, hier aan de zijkant kan je best wel goed zien dat er echt wel wat product in mijn wimper is gegaan. Dus dan doe ik gewoon met een natte mascara nog even een laagje. En dat is dat. Ook nog even aan de andere kant natuurlijk. Wow, zien jullie het verschil? Dat is crazy. Ik heb heel erg het gevoel dat ik iets vergeten ben omdat het zo snel ging. Oh ja, ik doe ook altijd nog mijn onderwimpers. Deze wimpers zitten echt niet mooi. Ze zijn niet goed gekruld vandaag. Ik had even nog een keertje moeten doen. Dat zit. En dan ga ik nu mijn setting spray doen. Dan ga ik nu mijn lippen doen. Heel klein beetje vaseline doe ik even op. Zodat ze een beetje smooth zijn. Echt een heel, heel klein beetje. Echt. Eigenlijk heb ik al een beetje te veel nu. Dan pak ik mijn lip liner. Ik heb deze lip liner van de Ethos. In de kleur... Kijk hoe vies dit is door die plakrand. Echt verschrikkelijk. Een beetje die lippen, bam, een beetje eraf. Ik had echt iets te veel gedaan. En ook het hierboven. Een heel klein beetje. Zo, en dat doe ik dan een beetje uitblenden. En dat gaat best wel smooth, omdat ik dus net een beetje vaseline op heb gedaan. En hetzelfde doe ik ook aan de onderkant. En dat is dat eigenlijk. Meer dan dat doe ik eigenlijk echt niet voor mijn lippen. En dan pak ik mijn Juicy Bomb. Oh, ik heb hier mascara aan mijn vinger. En dan doe ik dat nog eroverheen. En dan zijn mijn lippen helemaal juicy. En dan doe ik mijn setting spray. En dan ben ik gewoon klaar. Ik heb zo erg het gevoel dat ik iets vergeten ben. Omdat het zo snel is vergeleken met als ik live ga. Wat een herrie. Excuse me. Ik gebruik deze setting spray van Morphe in de geur Coconut Bliss. En
Ja, ik weet niet. Ik krijg ook stress van omdat deze mijn gezicht zo nat maakt. Dat ik dan bang ben dat mijn make-up gaat loslaten. Dus ik doe het in etappes. Dus ik doe eerst een laagje. En dan doe ik drogen. En dan doe ik nu even nog een laagje. Oh my god, girls. Laatste hap. Lol. Alright, en dan is mijn make-up klaar. Ik heb het gevoel dat ik iets vergeten ben, maar ik vergeet eigenlijk altijd wel wat. En dan kom ik er later pas achter. Maar ja, het is niet echt het einde van de wereld. Nu ga ik mijn haar doen en ik ga het gewoon heel simpel. Ik ga het gewoon even stylen. Maar ik moet eerst nog even feunen, omdat het nog best wel nat is, omdat ik natuurlijk had gedoucht. Dus ik ga even mijn haar feunen en dan zie ik jullie daarna. Oké, girls, ik heb mijn haar gefeund en gesteld. Alleen deze plukken zijn dus wat korter dan de rest. Dus ik vind dat dat er een beetje dom uitziet. Maar ik wilde mijn haar echt graag pin straight, weet je wel. Maar met die pluk is het een beetje awkward. Dus ik moet nog even kijken of ik misschien half up, half down doe. Of een soort haarband in. Of dat ik toch die plukken even naar achter kan. I don't know. In ieder geval. Ik heb dus bij de Solo vandaag dit rokje gekocht. Het ding is knijterkort. Je ziet echt mijn hele akka. Maar ik wilde dit rokje heel graag aan. Dit rokje wil ik aan. Want er zitten dus allemaal spinnetjes op. Nou, ik vind het echt letterlijk helemaal geweldig. Maar ik heb dus een korset op. En Kira, dat is een vriendin van mij, die had deze dus gekocht. Maar ze vond hem te lang. Dus toen heb ik hem van haar overgekocht. Maar ik heb hem nog nooit gedragen. En ik dacht, dat is wel echt heel erg leuk om aan te doen samen met dat rokje. En dan heb ik van die hoge zwarte laarzen die ik er graag bij wil. Dat zijn deze. Het enige wat ik jammer vind is dat er een patroontje in zit. En hier dan niet in. En in die rok weer die spinnen. Ik vind het een beetje match. Maar ja, boeien. Ik ben letterlijk bij Jasmijn thuis. We gaan gewoon spelletjesavond doen. Dus het boeit niet echt superveel. Maar als ik deze om wil. Ik draag dat rokje wel laag. Dus dan moet ik wel zorgen dat deze ook laag zit. Maar dat betekent wel dat die ook laag zit bij mijn tittas. Wat wel betekent dat ik deze echt heel goed moet gaan vasttapen. Dus dat ga ik eventjes doen. En ik ga ondertussen lekker muziekje luisteren. Dan ga ik even helemaal proberen om in de vibes te komen. Ik heb nog een uurtje. Dan moet ik wel echt op de fiets zitten. Dan moet ik er al wel zijn volgens mij. Oh ja, het is 6:02. Ik heb een uur. En dat moet helemaal goed komen. Ik moet wel even plassen. Dus dat ga ik doen. En dan zie ik jullie als ik deze outfit aan heb. En ik ben super excited. Ik hoop dat het leuk is. Ik moet eerst even plassen, want I'm peeing in my pants. En dan zie ik jullie zo meteen. Oeh, ik heb er echt helemaal zin in nu ineens. Echt leuk. Girls, ik ben aangekleed, maar ik voel me letterlijk naakt aan alle kanten. Want de knoopjes van deze top kunnen niet dicht. Ze springen steeds open, dus ik sta basically op mijn blote tithas. En ik had ook geen tijd om ze te tapen. Dus het zit echt niet zo flattering, zeg maar. Ik voel me echt niet mezelf. En ja. Ik vind het heel intens. Dit licht is ook heel intens. Anyways, dit is mijn OOTD. Ik heb deze oorbellen nog even in. Maar om eerlijk te zijn is het sowieso veel te koud bij Jasmijn om dit aan te houden. Dus ik neem mijn panterbroek mee. En waarschijnlijk doe ik die aan nadat we de TikTok en zo hebben gefilmd. En ik doe waarschijnlijk ook een vest aan. Want ik weet gewoon dat ik het echt koud ga krijgen. Maar in ieder geval, dit is de outfit. Dus ik ben helemaal klaar om Halloween te vieren met de girls. Ik heb er super veel zin in. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Als dat het geval was, zou ik het echt super waarderen als je een duimpje omhoog zou willen doen. En ik wil abonneren. En dan ga ik nu op mijn fiets stappen. En ik ben gewoon een keer op tijd. Wie had dat gedacht? Echt niemand. Anyways, heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie jullie snel. Bye girls! Girls, ik was mijn spin vergeten om mijn gezicht te plakken. Maar ik ben nu bij Jasmijn. En hij zit. Kijk hoe cute. Oh my god. Anyways, ik ga dus de tijd van, oh, ik kan niet uit als ik op mijn blote kont loop, want alleen die meiden zijn er. Dus die hele gezin daar. Dus ik heb even nog mijn broek aan.